De bedoelingen van Harkema'se boys waren vrij snel duidelijk. Veel mensen achter de bal houden en dan maar gokken op een counter. Daardoor kon ACV vrij veel druk maken op de goal van Harkema'se boys. Zoals hier een mogelijkheid van Arnold Bos, maar hij treuzelt te lang om doeltreffend uit te halen. ACV kreeg meer mogelijkheden. Opbouw via David van der Kam. Bal komt toch toevallig bij Mark Wielinga via dat zware veld. Wielinga heeft normaal gesproken een goede voorzet. Nu ook op Rolf de Boer. In de rebound is daar Arnold Bos. Maar deze goal kende geen genade in de ogen van scheidsrechter Kamphorst uit Barneveld. Maar ACV mocht van Harkema'se boys doorgaan. Hier weer opnieuw Arnold Bos. Gaat de 16 meter in, maar ja, toch, het is het allemaal net niet vandaag bij Bos. Dan weer een nieuwe mogelijkheid voor ACV. Lucien Sahetapi, de kilometervreter, verzorgt de opbouw. Rolf de Boer, Arnold Bos. En het blijkt wel, scoren is heel erg moeilijk. Ook in de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Een afwachtend Harkema'se boys en ACV mag komen. Paas van Lucien Sahetapi. Op Jasper van Buiten. Dan komt de bal in bezit van Stefan Mers. Die gaat dan goed door. Kan dan uithalen, maar ook deze bal gaat weer voorlangs. Ja, kans nummer zoveel voor ACV. En het blijft maar doorgaan voor de Assenaren. Arnold Bos. Hele moeilijke positie. Maar daar komt Rolf de Boer. Een 1-2'tje is dan natuurlijk mogelijk. Bos komt weer in balbezit. Doelman Gerke Herder en dan Lucien Sahetapi. Ja, en dan is het inderdaad eventjes denken aan Mariano Bombarda in zo'n geval. De vrije trap van Mark Wielinga. Bas-Jan Bruning, hij komt uitstekend voor zijn directe tegenstander. En 6 minuten voor tijd 1-0 voor ACV. En deze foutieve inworp vindt inderdaad plaats in de laatste adem van de wedstrijd. Want we zitten al in de extra speeltijd. Wanneer Rogier Bal hier de bal krijgt. Michel Schoenmaker in eerste instantie redt nog, maar dan via de benen van Ronald Goossensen toch nog 1-1. En dat is toch wel weer een hele slechte zaak voor ACV.